We gaan naar een voorstelling van Tante Gerda, Café de Kapernese, kantine Walhalla. En we hebben heel veel zin in, we krijgen er ook iets bij te eten en te drinken. Feed me. De voorstelling is even stilgelegd, want er is asbest gevonden. Ja, dat kan echt niet. Je moet allemaal naar beneden. Ja, hopelijk krijgen we eten. Ik heb honger. Twee woorden, 9 letters. Ja. Heb honger. Ik blijk ineens naast een hele jonge vlogkijker te zitten. Welkom in Club Happy End. Ik zal me even voorstellen, ik ben Gerda, uw gastvrouw. Geheel op vrijwilligersbasis natuurlijk. Onze eigen Rotterdamse, geef haar een oorverdovend applaus, Patricia Paar! Patricia Paar, dames en heren! Patrice, ben jij het? Waar blijf je nou? Ik sta je net aan te kondigen. Thuis? Hoezo thuis? Maar we hadden toch een afspraak geregeld via de buurvrouw van je zus? Gage? Wat is een gage? Geld? En hoeveel? Zo! Kun je dat nog een keer halen? Die boom en die juk aan alle kanten. Hallo. Die juk? Die juk aan alle kanten. Hallo. Dat is heel erg leuk. Ik heb een paar vragen gekregen van kijkers. Mm-hmm. Wat is je ultieme kerstmuziek? I'm dreaming of a white Christmas. Ja, heb jij goede voornemens? Vooral door. Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Er komt nooit wat van terecht van al die voornemens. Nee. Iedereen begint allemaal voor. Nou, 1 januari, stoei dit en. Kijk, mijn oma zei altijd. Vroeger had je natuurlijk in die oude straat. En dan zei ze. Oudejaarsavond is de nacht van de schijnheilige. Vergeet ik nooit meer. Om 12 uur wensen ze elkaar gelukkig nieuwjaar. En 5 over 12 keer de kleren weer krijgen. Dit is waar. Ja, het is gewoon waar. Natuurlijk ga je minder eten. Want je bent helemaal misselijk van al die oliebollen. En helemaal doorgezopen. Ja, en natuurlijk staat iedereen op 1 januari of 2 januari op dieet. Heb je niet een goede tip voor als je nou een hele vervelende familie hebt en je moet al de kerstdagen door? Ja, dan ga je lekker naar de Wind Efteling. Ja? Dat is hartstikke leuk. Goeie kerstdiner tips, zo van wat dat moet je gaan maken, dat is makkelijk of dat is lekker. Ja, of, weet je, het is natuurlijk hartstikke overdreven. Tegenwoordig is het toch je doet niet aan de kip en kalkoen gevuld. En... Nou ja, de kip was me zo helemaal uitgedroogd. Gewoon lekker kippie erin, joh. Okay, gewoon kippie erin, 3 kilo voor het tientje. Ploft vanzelf. maar je houdt wel van de kerst? Ik kijk alle kerstfilms. Ik heb vanmiddag heb ik Santa Claus 1 zitten kijken. Die heb ik al 10 keer gezien. Maar jij begint gewoon bij Home Alone 1 en je eindigt bij Home Alone 8? Nee, ja, nee. Ja. Nou ja, als ik na dan zie ik Rudolf, word ik weer helemaal verliefd. Rudolf, rentloos rendier. Okay. En dan moet Frans even op het dakje gaan kijken of hij daar ook niet staat. Nee hoor. En dan Polar Express kijk ik dan. En Mickey's Kerstfeest. Dat vind ik zo heerlijk. Ja. Ik ben ook heel vroeg natuurlijk begonnen met mijn kerstboom en mijn kerstplanet te zetten. Want? Nou, je bent natuurlijk die voorstelling hier. Je hebt hier natuurlijk geen zin meer in, want je bent gewoon helemaal gebroken. Dus je zet hem op 1 november op? Ja, zoiets. En je laat hem staan tot? Nou ja, het ligt eraan wanneer we een beetje uit de kreuk zijn. Nou ja. Heb je een echte of een neppe?
Nee, ik heb nou een neppe. Maar doe je dan elk jaar een andere kleur of is het gewoon... Nee, ik heb wel goud. Ik hou wel heel veel van goud. Van bling bling. En wat ook heel leuk is, is als je dus twee ballen bij elkaar... Dat is echt een hele raar. En dan doe je er een strikje omheen. En iedereen doet heel overdreven met de kerst. Hè. Gaan ze ineens hele dure cadeaus kopen en heel duur eten. En dan hebben ze de hele maand januari hebben ze niet meer te vreten. Dat slaat echt helemaal nergens op. Nou ja, en dan is ook iedereen op dieet. Gewoon omdat iedereen denkt, ja, die heeft geen geld meer. En je zit helemaal vol van al die gourmetten. Ja, je zou bijna me vragen, vind je het nog leuk, Gerda Kerstdag? Ja, ik vind het ontzettend leuk, maar wel normaal. Ja. Het komt uit je hart en niet uit je portemonnee. Bam. Wil je deze video liken en abonneren?